Het Alfa College heeft een vervroegde beoordeling aangevraagd bij de onderwijsinspectie. De opleidingen Logistiek Medewerker, Monteur Mechatronica en Helpende Zorg en Welzijn in Groningen scoorden een zware onvoldoende. De school heeft daarom de examens aangepast. Deze voldoen nu wel aan de kwaliteitsnormen. Het Alfa College wil met de aanvraag aangeven dat ze de kritiek ter harte neemt. Wij willen aangeven dat wij de zaak op orde hebben en we willen zo snel mogelijk van die lijst af. En dat betekent dat we zo snel mogelijk de inspectie weer terug willen hebben om het te herbeoordelen. En uh, hoe hebben jullie nou de zaak op orde gesteld? Nou, de, de, het inspectierapport dateert van oktober vorig jaar, dus vanaf die tijd zijn we al bezig. En het gaat met name om de, om de dekking van de, van de examinering uh, in relatie tot het beroep. Dus dekt de examinering volledig uh, wat het beroep vraagt. En daar... ...is het op onderdelen nog niet goed en dat hebben we inmiddels voor elkaar. De negatieve beoordeling heeft geen effect gehad op de waarde van de diploma's. De, de waarde en het effect van de diploma is niet in geding. De waarde is net zoals bij andere ROC's. We hebben alleen op onderdelen moeten we een verbetering toepassen... ...maar dat heeft nu geen effect op de waarde van de diplomering. Het college is niet bang voor afname in aanmeldingen na de negatieve publiciteit. Nou, we gaan ervan uit dat dat niet gebeurt. Uh, we proberen in de communicatie naar deelnemers en naar ouders ook zo goed mogelijk uit te leggen wat er aan de hand is. En ook de relativering aan te, aan te geven, want het gaat maar op onderdelen van examinering. Uh, maar helemaal zeker weten we dat natuurlijk niet, dat weten we rond de zomer. Maar ik ga ervan uit dat uh, de manier waarop wij het uh, nu, uh, nu beter maken en de manier waarop wij daar open over communiceren, dat dat voldoende vertrouwen geeft aan iedereen om zich gewoon aan te melden bij het Alpha college de onderwijsinspectie heeft nog niet gereageerd op de aanvraag.